Goedenavond, kijkers naar Bos, John en Loes. U hoort de klokken luiden en het begint hier langzaam maar zeker al drukker te worden. We zijn momenteel in, hoe heet deze? Dit is de Vennakker. De Vennakker. En de Vennakker, daar is, staat Lia naast me. En Lia heeft het initiatief genomen om iets te doen met Burendag. Ja. Lia, de hoeveelste keer is dit al? Dit is nou de vierde keer. We zijn de eerste keer begonnen op eigen kosten. En nou las ik dat we dan geld aan konden vragen bij de gemeente. Ja. Dat is gelukt, dus daardoor kun je ook meer doen en meer organiseren. Want ja, van niks kunnen niks. Nee, van niks kunnen niks, nee. Het kost wel een beetje geld. Ja, ja. En dus we hebben nou, ik geloof, 20 adressen bij elkaar gekregen om iets te verkopen. Om mensen het huis uit te lokken, om elkaar te ontmoeten. En ja, ik wou net zeggen, Lia, waarom doe je dit eigenlijk, Burendag, het initiatief? Waar, dat de mensen meer naar buiten komen, meer met elkaar in contact komen. En is het een landelijk initiatief, Lia? Ja. Of is het echt alleen? Nationale Burendag. Nationale Burendag. Dus dit weekend Burendag. Is het in heel Nederland geweest, wie meedoet. Wie meedoet. Ja. En jullie hebben het georganiseerd in de vorm van een inritverkoop. Ja. Om mensen naar buiten in beweging te brengen. Ja. Ja. En dan kunnen ze gratis koffie drinken op het koffieterras. Ook gesponsord door Douwe Egberts. Douwe Egberts die sponsort de koffie. Nou, dan zouden we dat eerst maar eens beginnen met koffie. Ja. Want het is er behoorlijk fris. Ja. En dan zullen we rond gaan lopen. En ik zie dat er inderdaad overal waar mensen beginnen te komen. En wat publiek. En er zijn dus een heleboel inritten. Dus we zullen eens rondgelopen, Lia. Ja. En ik zou zeggen, houd het initiatief erin. Volgend jaar het vijfde jaar. Ja, misschien is het wel een extra feestje waard of zo. We maken overal een feestje van, hè? Zo is het. Doen we. Feesten. Ja, dankjewel. Hey, goed en groetjes. En hoeveel omzet denk je vandaag te halen? Heerlijke appels. Gisteren geplukt. Vers van de boter. Jij die liever? Nee, ik doe deze op even. Ja, maar je mag gerust van mijn goud net hebben hoor. Nee, nee, deze. Die kunnen zo op even. Ja, dat is wel ik lekker, heb vanmorgen appelmoes van gemaakt. Van deze? Ja. Ja, dat kan ook. Want er waren ook gewoon de appelmoes van. We hebben een goede klanditie gehad volgens mij. Ja, dat klopt. Succes met een kraampje. Ja. Het wandelend kraampje. Wandelend kraampje, hè? Zo, maar dan verkoop bitter als dat ik blijf zitten, hè? Ja, dat is wel. Dus, succes, nou, ik ga weer verder. Hartstikke goed. Wat heb je die stoelen hebben? Die was 100 euro. Dus ik moet er minimaal 30 euro voor hebben. Tegenover de klok. Ja. Ruimen voor de klok. Nee. Nee. Nou, als je 25 mag, dan mag ik er meenemen. Maar lager ga ik echt niet. Nee. Dat is wat die jongen. Ja, dan ben ik me weer buur. Ja, ik ga voor 25 euro. Ik ga even mijn dochter bellen. Of dat ze wil. Ja? Maar wat dan, engeltjes. Ja. Ja, ik heb er ook zoveel. Ik loop even naar mijn dochter. Ja. Kom zo terug. Oh, dat is goed. Dat zie je hier. Appels. Ben ik helemaal in beeld? Ja, dat is het toch. Ja. Bij de moes? Ja, die hier is ook. Jurgen! Zij blijft liggen! Hé, hey, boven!
Hij belt niet. Maar ik heb toch niet geprobeerd. Nou! Oh, dat wel. Blijf nee, het probleem niet. Hij moet hier blijven liggen. Ietsjes harder. Hij moet hier blijven liggen. Je moet misschien met een streep beginnen of zo. Ja. Ga je kijken. Hey. Een lawaai is meer, Rob. Dat is moeilijk, hè? Goedemorgen, dames. Goedemorgen, ja. Het is hier al best druk, zie ik. En Mieke, al leuke dingen gevonden? Ja, ik heb iets voor de afdeling gevonden. Ja, ziet er altijd gezellig uit. Die hangen de kaboutertjes. Huh? En het is voor een goed doel, hè? Bodie, in poetjes slaan. En Marianne, al veel klandizie gehad? Nou, het begint nou een beetje op gang. Ja, maar het begint overal. Het begint nou, beginnen de mensen te komen. Ja, en, maar ze heeft zoveel ingepakt allemaal. Moet je kijken hiervan. Ja, het ziet het allemaal. En we hebben verkooptief spullen. Die zijn heel mooi. Grote spullen. Ja, wat anders. Het moet dan weer. Het ziet er hartstikke leuk uit. En ik hoop dat jullie een goede dag hebben. Want jullie doen het voor een goed doel. Voor de kankerbestrijding. Er is gewoon niks bij. Ik zou eens kijken in die bak met die kleine spulletjes. Daar zal ik eens in gaan rommelen. Dat is mooi, hè? Het ligt helemaal vol met hele mooie dingetjes. Ja, ik zie het, dat jij al hartstikke leuke dingetjes gevonden hebt. Nou, ik ga eens kijken of mij nog iets bij is. Ik ga even uit die bak halen. Alles in die bak. Goeie klant. Zet ik hier net. Ik zal de andere tas niet achterin zetten van die dochter van Petra. Jij moet fit blijven. En jij hebt zin in een fitnessapparaat, Henk? Ja. Maar je weet alleen niet hoe het werkt. Ik weet niet hoe het werkt. Nou, Geert, doe je best, jongen. Laat ons eens zien. Demonstratie. Ja, het is voor de buurt, hè. Het is... Even kijken. Ja. Wacht even. Dat weet ik niet. Kijk, wel kijken, hè. Ja? Doe hem voorover. Oh. Dat werkt niet. Ja, hij werkt. Oh jee! Bouwspieren! En dat is het! Dat is één keer! Nee, dit is geen echte demonstratie! Ja, maar je weet nou hoe het werkt, Henk! Nou ga je! Kom op, jij wilt fit blijven, kom op! Ja, maar is geen echte demonstratie! Ja, nee, maar je weet het net, kom maar! Ik hou het vast! Het is toch een echte demonstratie! Doe je best, kom op! Doe je best! Ik zal proberen! Ja, nee, je probeert het niet, je moet het gewoon doen! Ja, is het achteruit? Ja, goed zo, voetjes erop. Oké, dan moet ik naar voren toe. Nou, naar voren. Ja. Als je over moet geven, Henk, moet er een ras kijken, hè. Afgewezen. Ik blijf met mijn spulletjes. Sorry Geert, voor jouw klandizie, jongen. Helaas. Je hebt wel leuke spullen. Ja, wel, maar... Nee, daar word ik niet fit mee. Wat? Dan moet ik iets anders bedenken. Dan blijf ik bij het volleyballen. En dan maar ophouden. Rian, ik zie dat jij allemaal spullen ingepakt hebt. Ja, ik ga naar de andere kant uit, want ik sta hier helemaal alleen in de straat. Ja. En ja, dat is toch inderdaad niet echt... Dan hadden inderdaad weinig klanten. Misschien een idee voor het volgende jaar. Ja, eventueel op het veldje waar dat bouwdorp gegeven wordt. Of dat ze dan met z'n allen gewoon bij elkaar staan. Ja. Ja, dat is dan toch wel gezelliger. Ja, en dan heb je ook natuurlijk meer contact onderling met elkaar. Okay. En jij zit hier inderdaad... Helemaal alleen, je moet eens kijken. Het weer speelt ook niet echt mee. Nee, je moet eens kijken. Dit is al mijn klandizie, dus ik heb overal al van alles gekocht. Ja. En ik hoop voor jou voor het volgend jaar gezellig onder elkaar. En niet in uw eentje. Nee, dat hoop ik ook. Beste kijkers, dit was dan onze opname bij de Burendag. Laat ik het maar noemen, de buurt achter de kerk. Hè? Ja, zo zou ik het maar noemen.
En nou ja, hij is nog maar pas begonnen, dus ik zou zeggen, nog heel veel klandizie. Ja, en zeker het. Tot volgend jaar. Goed zo, ik ga het proberen. Oké. Okay. Hey, groetjes. Oké. Adoe. Adoe. Papa told me the day would come when I would want to love someone. He set me down on his knee, and these are the words he said to me. He said, one of these days you're gonna reach 18, and all the boys you see is gonna call you a queen. Smile and flush and hold your head up high, but the same little boy. No fool now, girl. Yeah. One of these days you're gonna reach 18, and all the boys you see are gonna call you a queen. Smile and blush and hold your head up high, but the same little boy will make you cry. So the best thing to do when you reach this age is to be a good girl. Remember what I say. You make a way. Hallo beste kijkers, jawel hoor, Loes heeft weer wat. Jullie denken, wat is dit nu weer? Dit is een videoopname die ik op mijn telefoon heb gemaakt en doorgestuurd heb naar Loes. Wellicht is het een leuk idee om al uw kerstwensen en nieuwjaarswensen met de telefoon op te nemen en dan naar ons toe te sturen. Ze worden dan op de zondagavond uitgezonden via Bostion. En onder de inzendingen wordt dan een leuke prijs geloot. Dus mensen, ik roep u allemaal op om uw kerstboodschap of videoboodschap naar ons toe te sturen. Met een kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Fijne feestdagen allemaal en een gelukkig 2012. Dus, ja, dat was het. Nou, degene die het aangemeld heeft, hartelijk bedankt. Nou, heel graag gedaan. En dan wens ik u hele fijne kerstdagen. Ja, bij jullie ook. En een heel fijn en gelukkig 2012. Goed. Jij wist er zeker van. Dankjewel, geniet van de bloemen, zijn je gegund en hele fijne dagen. Ook zo. Dankjewel, hè. Fijne feestdagen. Dankjewel. Harry ook fijne feestdagen. Ja, dankjewel. Zelf, hè. En Christo. Ja, dankjewel. Nou, wij gaan weer verder, denk ik, hè. Ja. Ja. Kom nu. Loes. 20 jaar Loes. Nou, 20 jaar Loes. 20 jaar Loes is 20 jaar Loes. Hip hoi. 20 jaar Loes. Loes gaat haar grenzen verleggen. We gaan voortaan meer beelden uitzenden vanuit de andere kernen van de gemeente Haren. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we uw hulp nodig. Loes is op zoek naar videotalent in de kernen Biezenmortel, Helvoort en Haren. Lijkt je dat wel iets? Kijk eens op de nieuwe website www.haren.info voor meer informatie.
www.haren.info. Voor de inwoners van de plaatsen Liesemortel, Es, Haren en Helvoort is een speciale website gemaakt. De website www.haren.info is gevuld met nieuws- en videobeelden van de vier kernen van de gemeente Haren. Bezoek de website ook eens en stuur uw nieuws en video in naar de redactie. Graag willen we het nieuws van uw vereniging, club of organisatie op onze website vermelden. www.haren.info brengt vier kernen in beeld.